Hij gaat even mee naar het politiebureau, waar we een tweede ademanalyse gaan uitvoeren. Oh, vuur aan vuur. Ja, iedereen die om me afrent, die knal ik neer, hoor mensen. Kom op, hé. Prio 1, autobrand. Ja, ik heb geen Prio 1, reanimatie. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD of Armor. En vandaag ga ik op pad met de T5, gemaakt door het ministerie van Mods. Shout out naar het ministerie van Mods. De nacht in. Doen even voertuigcontrole. Ja, automatisch bij blauw gaat. Even stop en dus ook volgen aan. Maar goed, dat is even niet anders. In ieder geval hebben we hier nog iets. Jazeker hebben we hier nog iets. En dit zal dan wel groen zijn. Ja. Oké. Okay. Laten we de straat op gaan. Geen bijzonderheden om te vermelden. Denk ik. Even denken. Nee. Niks bijzonders te melden. Het wordt natuurlijk nacht. Dus. Ja. Dat. Ik ga meteen wat voertuigcontrole doen. Ik ben solo. Wat gebeurt hier? Daar gebeurt iets. Iemand schreeuwt. Maar waarom? 08 Union Paul Young 1 even winkelstraatje meepakken. Checken op bijzonderheden natuurlijk. Sluitingstijden zullen het nu al zijn. Geen bijzonderheden hier. Dan gaan we weer moeilijk doen en draaien. Allemaal geen probleem. Waarom is dat rode lampje? Hoort dat? Het zal niet horen, maar dat. 41 is dat je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Een reckless driver in Rockford Hill. Rijdt alsjeblieft prio 1. Binnen. Waar is die? Een roekeloze bestuurder rijdt hier. Samen met de Audi zitten we achteraan. Alleen de Audi is uitgestapt en te voetjes erachter gegaan. En wij rijden er dus leidend voertuig achter. Ik hoor de Audi alweer aankomen rijden. Ze hebben alleen wel een verkeerde schreden. Audi met een luchttorentje. Het is nu druk op de weg, heel druk zelfs. Uitstappen, hier komen, uitstappen. Heel goed. Een beetje hulp. Luister, ik ben aangehouden. Ik ben niet aan verplicht. Ik krijg een advocaat. Je gaat luisteren, want er zal geweld worden gebruikt. Oh, nu gaat het helemaal weer fout. Lekker man. Tweemaal aanhouding dus, want eenmaal door mijn collega en eenmaal door mij. Een bericht voor alle wagens. Zeg, luister. Ik had al gezegd, je bent niet aan verplicht. En je hebt dus recht op een advocaat. En je gaat even naar het politiebureau met een collega. Dit busje is dus mogelijk gestolen. Weet ik niet. Zou ze maar kunnen. Even kijken, we gaan eens even snel naar het voertuigje voor. Die viel mij op voor een beetje slingerend rijgedrag.
Hij kwam mij daar al aanrijden en ik zag het al. Dus ik ga hem even laten blazen. Ik heb hem een stopteken gegeven. Het is een Volvo XC60. Voordat we dat doen, doen we natuurlijk wel even een kentekencheck. Dadelijk hebben we daar vuurwapen gevaarlijke verdachten of zo in zitten. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Natuurlijk de voorste. Goedendag. Hey. Ik wil graag even een rijbewijs van u zien mevrouw. De reden van de staande houding is dat sowieso hebben een verlopen rijbewijs. Dat moet je wel laten maken. Dat, of maken. Wel even laten verlengen. De reden van de staande houding is dat u erg zag slingeren. Dus heeft toevallig iets gedronken. Ja, heeft u dan een probleem? Ja, eigenlijk wel dan als u beweert iets gedronken te hebben en dan gaat rijden. Heeft u ook drugs genomen toevallig? Ben ik aangehouden, vraag ze. Nog niet. Mag wel even blazen tot ik stop zeg. Blazen. Yo, Omar. Oké. En dan gaan we nog even spiegeltest aanhouden. Of uitvoeren. Doen. Ik mag in ieder geval wel uitstappen. Ik ben namelijk aangehouden op dit moment. Tijdstip, geen idee. Verrijden onder invloed van alcohol. Ik ben niet de andere verplicht. Even rijden met advocaat. Hij gaat even mee naar het politiebureau waar we een tweede ademanalyse gaan uitvoeren. Oh, vuur. Sla. Ik zag dit niet aankomen. Ja, we maakten meteen gebruik van dodelijk vuur, dan ga ik niet meer nog over op aanhouden. Dit was gewoon een poging tot liquidatie, wapens bergen. Toch maar een ambulance deze kant op even. Voor de beste mevrouw. Meldkamer, zet me maar mee op de melding. Ik kom zo die kant op. Domme keuze van me, want de auto rijdt van me weg, zie ik. Er is in ieder geval een persoon die wordt gezocht. En die reed hier om de hoek. Gezien de ambulance hier bijna is, dacht ik van laat ik nou me alvast op die melding koppelen. Maar het voertuig rijdt weg. Ja, weet je, ik kon nog net wel noodknop indrukken, maar voordat iedereen hier is, dat is allemaal al opgelost hier. Ze was al dood namelijk. Dat is natuurlijk de crafter, die hebben jullie wel al gezien. Denk ik. Zo niet, dan... Op het moment dat deze video wordt gemaakt is de craft nog niet, de video met de craft nog niet gereleased of online gezet. Dus kan zijn dat jullie hem wel hebben gezien of niet. Maar jullie hebben hem sowieso al in de HV video gezien voordat jullie de video met de craft er zelf zagen. Dus dat is al één ding wat duidelijk is. Ja. Kofferbak jopen. Nou eigenlijk hoeft dat niet, want bij de T5'jes geloof ik. Zit de kogelwerende vesten. Zitten de kogelwerende vesten. Bij de bestuurder en de bijrijderskant. Deze melding is ten einde. Goed werk. Je weet wel. Hier in de deur. Dus deurtje open. Ik weet helemaal niet. Hij werd gezocht. Ik moet jullie verschuldig blijven waarvoor. Boeit ook niks. We pakken gewoon kogelwerend. En we gaan hem aanhalen. We wachten hier even op een lijkbegrafenisondernemer. En dan gaan we eventuele collega's die ook zijn toegesneld naar deze melding. Cheese. Snel helpen. Jullie redden het hier wel hè boys. Oké, succes. Hoi. Dan gaan wij snel daarheen. Naar dus de persoon die door ons wordt gezocht en mogelijk moet worden aangehouden. Of die moet worden aangehouden. En heb ik daar...
Ja, ik denk dat hij wordt gezocht voor, ik geloof voor inbraak. Dus dat betekent niet zozeer dat we meteen een BTGV gaan uitvoeren. Trespassing of zoiets. Dat was geloof ik gewoon op een gebied komen waar je niet mag komen. Meen ik. Trespassen, weet ik het. In ieder geval. Ik nader het voertuig redelijk snel, dus dat is mooi. Die zal ook wel doorhebben tot er inmiddels een T5 busje wel heel snel achter hem aan zit. En als je weet dat je wordt gezocht, dan is het gewoon een kwestie van geduld, zullen we maar zeggen. Die gaat wat snelheid maken. Ik wil nog even weten waar... Ja, dat kunnen we natuurlijk niet zien. Target license plate. Maar dat menu dat is weg, joh. En deze wordt niet gezocht. Raar. Oké. Ik ben op mijn hoede. Noodknop erbij. Hoeveel personen zitten in het voertuig? 2. Ja, die gaan schieten, dat weet je nu al. Eentje gaat schieten, eentje pakt een golfclub. Zullen we wedden? Goedendag. Hoi. Ik wil even dat je uitstap, vriend. Oh, nee, wat is dat? Oh, vuurwapen, zie je, godpotnonnen. Ah, nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Shit. Wow, automatisch vuurwapen ook nog. Rennen, Wim, wat doe je? Wim. Dekking zoeken. Nee, shit, ze zijn ook nog assistentie aan het bellen. Waar zijn ze? Ja, ik weet niet of dit onschuldige burgers zijn wat hier nu... Wie nou een onschuldige burger? Iedereen die nu zijn hoofd laat zien, knal door zijn kop. Oké, collega's zijn er, collega's zijn... Oh, ik ben nog bijna een doodje. Ik moet echt even dekking zoeken. Dit gaat helemaal fout. Ze hebben assistentie gebeld. Oh shit, wie is dat? Oh, dat is die... Ja... Ja, iedereen die om me afrent, die knal ik neer, hoor mensen. Kom op, hé. Laat vallen. Oh, shit. Ik word gewoon... Wow, ik werd van links. Wim neer. Gaat helemaal fout, dit. Wat hebben ze? Oh, dit is op de dag. Ja, logisch. Moet ik daar nog heen? Ik kan er wel even heen. Zo, gewoon teleporteren erop. Ja, we gaan eens even snel teleporteren. Eens kijken wat de damage hier is. Een collega, twee collega's, meerdere collega's. Hoi. Ik wil die gast vinden die mij heeft neergeknald. Die staat misschien nog hier in de tuin. Zullen ze niet zijn. Nee. Oké, maar goed. Ja, niks aan te doen. We gaan gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Dus ook lekker weer in de nacht, want ik vind het veel te licht. Ja. Het was even... Wat gebeurde er nou? Heb jij nou een fietshelm? Oh, nee. Oh, dat is niet gezond. We have a driver under the influence near Portola Drive. Wat gebeurde er nou? Ik had voertuig aan de kant gezet. Ik wilde ze aanspreken. Ze rijden achteruit. Dat verwachtte ik dus niet. Waardoor ik eigenlijk automatisch niet meer op die noodknop drukte. Vervolgens wordt er geschoten. Maar toen zat ik wel weer met iets met die ja, kentekencheck of zo deed ik. Gevolgd door mijn hand op mijn schouder had. In mijn verbeelding ging het zo. Misschien zeggen jullie nu wel van zo ging het helemaal niet. Maar mijn verbeelding ging het zo. Mijn gedachten. Hand op de schouder en wegrennen. Ja, toen werd er geschoten, stapten ze uit. Toen zag ik ook nog eens dat ze hadden lopen bellen. Stond een beeld. Ze hadden gebeld voor assistentie. En opeens stonden ze hier met 5 man. Waarna ze mij een beetje in die tuin hadden ingesloten. En uiteindelijk hadden doodgeschoten. Goeiedag. Hey. Ik wil graag even een rijbewijs zien van u, beste mevrouw. Oké. Goed.
Wat is er met de voertuig gebeurd? Hij moet naar de garageagent. Oké, maar ga je daar nu heen? Of ga je naar huis? Want het is zeg maar 2 uur 's nachts. Laten we daar even van uitgaan. Dus het lijkt niet dat je naar de garage moet. Dus ja, je krijgt wel een bekeuring van mij. Heb je toevallig iets gedronken? Of gesnoven of zo? Weet ik, gerookt? Oké, dan even speekseltest afnemen. Zeg. Ik kan natuurlijk niet helemaal nagaan van... Nou, wat is allemaal kapot? Laten we het daar anders maar gewoon op pakken. Ja, lampen niet. Motor. Band? Of alleen motor? Ja, een band. Oh shit, oh shit, oh shit. Los hem maar op met z'n tweetjes. Ja. Jongen, jongen, jongen. Weet ik voor wat ik moet doen, weet je wat? Ik vind het goed. We zien het even door de vingers en niet zozeer dat we haar laten gaan, maar eerder dat ik gewoon in gedachten heb ik haar nu een bekeuring gegeven voor dit en mag ze alleen nog naar huis rijden en voor de rest niks. Voor een ja, gewoon een voertuig wat niet uitziet. Zo daarop houden. We've got an officer required. Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen. We have a car on fire in Rockford Hill. Respond code 3. Prio 1, autobrand. Oh. Ja, dat was een autobrand. Die is echter helemaal al afgefikt, zo te zien. Zit er een kenteken op? Ja, zeker zit er een kenteken op. Je ziet toch dat hier een auto staat, hè, beste meneer? Of ligt er nou allemaal aan mij? Bericht voor alle wagen. Bericht voor alle wagen, bericht voor alle wagens. Rockford Hill. 2, prio 2. Prio 2? Ja, ik had prio 1. Reanimatie. Hallo? Hoort u mij? Helemaal lekker aan het reanimeren, maar misschien moet ik eens een ambulance laten komen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested. En een brandweer. Want reanimatie. Portola Drive. An ambulance requested. Rockford Hill. Rijdt alsjeblieft prio 1. Oh, hij komt bij en dan vraagt meteen wat is er gebeurd. Vind ik knap. Dus je kunt echt praten als je bent gereanimeerd. Brandweer, maar dat is loos. Wat een herrie allemaal. Zo, die weer uitgedaan, steek kogel weer aan het vest. Zo, en we terug op het HB. Waar de ochtenddienst al klaar staat, kijk eens daar. Ik ga mijn voertuig overdragen naar de ochtenddienst. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Heb je het een leuke video vonden? Begin erg druk, midden erg druk. En dan op het einde van de dienst, zoals je ziet, alweer ochtend. Dus het is rustig gebleven, dat is ook wel eens lekker. Wim gaat in ieder geval slapen. Ik zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, dat is wederom Camar roleplay. Maar dan een ander scenario dan de reanimatie die jullie laatst hadden gezien.
Dus laat je verrassen zou ik zeggen. Tot dan. Doei.